Welkom. Allereerst welkom partners die de moeite hebben genomen om richting Obercotso te komen. Dankjewel daarvoor. Welkom livestreamers. Om het kort en krachtig te houden, duiken we in de Geelan innovaties. Waar staan we nu? Wat hebben we allemaal gedaan? Bas gaat daar straks een heel mooi betoog over houden. Waar staan wij in ontwikkelingen met ons 9000 systeem? Wat hebben wij de afgelopen jaren gedaan? We zijn 5 jaar geleden zijn we begonnen met ons nieuwe 9000 NL systeem. Dat hebben we allemaal namen gegeven. Base moet ik zeggen. Base, Haaks, Style, Slim. En met een aantal partners hebben we ons productportfolio verder ontwikkeld. Met onder andere Define een 2-tal jaren terug. En nu, en daarvoor zijn we hier, met de Renault S9000 NL. Even wat inblikken voor wat betreft cijfers. Wat hebben we nu uiteindelijk samen met onze partners bereikt? 5 jaar inmiddels S9000 NL. 160 extrusie matrijzen. Ik heb gisteren uitgelegd dat we voor bijna elk profiel een dubbele matrijs hebben. Omdat we acryl ook hebben. Ons unieke acrylproduct waarbij de bovenlaag onlosmakelijk verbonden is aan het profiel. Daarnaast hebben we, om alles te kunnen complementeren, hebben we 423 toebehoren. Wat betekent dat nou? Te denken valt aan stalopkappen, dichtingen die je nodig bent om uiteindelijk een eindproduct te kunnen maken. Wat hebben we gedaan vanaf, wat is het inmiddels, 2017? 17.571.000 loopmeters. Er komt nog veel bij dit jaar, want al onze partners zijn volgens mij beren druk zelfs. We hebben vorig jaar een groeispurt mee mogen maken van ruim 20%. Onze artikelvariaties behelst meer dan 22.000 varianten. Wat betekent dat nu? Eén enkel artikel, een product, kan een witte massa hebben, een grijze massa, een crème massa, een witte dichting, zwarte dichting, acryl buiten met folie binnen, folie buiten, folie binnen en buiten en in alle variaties. In totaal hebben we 13 standaardkleuren. Daarnaast hebben we natuurlijk een mega keuze voor wat betreft de buitenstandaardkleuren. En we hebben een aandeel van 50% voor wat betreft de acrylcolor. Ja, waarvoor staan we hier? Pas, ik geef jou het woord. Dat is uiteindelijk ons nieuwe, ons laatste highlightje. En dat is de S9000 NL Reno. Nou, dankjewel Mark. Namens mij ook welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Een aantal jaar geleden kregen wij vanuit de markt, van een aantal partners, maar ook van woningbouwverenigingen, montagebedrijven, de vraag hoe gaan we die renovatie nou makkelijker en sneller maken. Wat is dat grote renovatievraagstuk in Nederland? Daar wil ik jullie even eerst in meenemen. Dat jullie de gedachte erachter hebben waarom we nou Reno ontwikkeld hebben. In Nederland hebben we heel veel verschillende mooie huizen. En in totaal hebben we er plus minus 7 miljoen. Van die 7 miljoen hebben we 2,2 miljoen woningen die van de woningbouwverenigingen zijn. En daar zit eigenlijk de grootste kruk. Als we nou kijken naar de opbouw van die woningvoorraad, dan kun je heel snel zien dat ongeveer 90% gebouwd is voor 2000. En daar zit ook eigenlijk het probleem. En wat is het probleem? Ik zal eerst deze nog even pakken. Terug naar die woningbouwverenigingen, die 2,2 miljoen woningen. Die woningbouwvereniging die investeert elk jaar in een stukje onderhoud in woningen. En die heeft nu ook die opgave om die woning te verbeteren. En daar hebben ze in totaal 4,350 miljard euro voor over. Alleen, wat is de uitdaging in Nederland? We hebben te weinig handjes. Natuurlijk niet alleen Nederland, dat is ook hier in Duitsland geval. En Nederland hebben we gekeken met partners van hoe kunnen we dat nou gaan oplossen. Zeg specifiek op wat wij doen, is de kozijnenwereld. De Nederlandse overheid die helpt ons ook heel goed. Die heeft een weerwar aan subsidies. Ik ben 2 weken geleden eens gaan kijken van wat hebben we nu allemaal voor subsidies voor
particulieren, voor VVE's, voor verhuurders. In 15 seconden had ik dit plaatje al vol. De Nederlandse overheid die wil ons bewegen. Jongens, we moeten naar een CO2-neutrale omgeving. En jongens, sluit je bij aan, ga je woning verbeteren. Daarnaast is er in Nederland ook een hele grote samenwerkingsverbanden, lokaal en gewoon in Nederland, zeg maar Nederland breed. Dat is bijvoorbeeld de renovatieversneller die hier links onderin staat. Maar eigenlijk in elke stad zie je wel dat er een coöperatie is, een energiecoöperatie, een winkel die particulieren gaat helpen om makkelijker te kunnen renoveren. Dus er wordt al heel veel gedaan, maar we halen het nog niet. Wat wordt er allemaal gedaan? Je kunt het hier zien op welke niveaus, op particuliere woningeigenaren, wijk aanpakken. We zijn goed bezig, maar waar zit die uitdaging nou in? Nou, dit is wat we moeten halen. In 2050 willen we CO2 neutraal zijn. 2020 zijn we al voorbij, dat hebben we al gehaald. Nu krijgen we de volgende stap naar 2030, dat we voor de woningbouwverenigingen de index naar onder de 1,2 moeten krijgen. En wat houdt dat fysiek in? Dat die woningen naar minimaal een label B moeten. Wat is dan renoveren? Ik heb het van een site afgeplakt. Renoveren is eigenlijk het opwaarderen van je woning. En wat moeten we doen met die woningen, die 90% woningen van voor 2000, die moeten gewoon een betere isolatieschil krijgen. Nou, daar zijn verschillende oplossingen voor. En we gaan dat alleen bij elkaar krijgen. Je ziet hier staan, we moeten voor 2030 nog 1,5 miljoen woningen opwaarderen. Eerst werd dat geroepen, dat zijn 100.000 woningen per jaar. Maar als we een beetje gaan tellen, het is nog maar 7,5 jaar, moeten we ongeveer 200.000 woningen per jaar doen. En dit zie je dan in Nederland gebeuren. Ik vind het een veelzeggend plaatje. In het midden staat, ik denk, iemand van de gemeente die gaat vertellen welke regels en wetten er zijn waar we aan moeten voldoen als we iets gaan renoveren. Dan hebben we een bewoner, waarschijnlijk een begeleidster van de woningbouwvereniging. Ik denk een opzichter van de woningbouwvereniging. En eigenlijk één iemand staat te werken daarbovenin en daarmee gaan we het niet halen. Dat hadden we al gezien. Want de handjes zijn er wel, maar ze worden op een verkeerde manier ingezet. Wat voor woningen is dat nou, die 90%? Na de oorlog hebben we natuurlijk heel veel woningen gebouwd. Dat zijn voornamelijk portiekwoningen. Wat is een portiekwoning? Dat is één deur met daarachter 6 appartementen. En weet je, hier is het 2 lagen hoog, maar je hebt ze ook 3 lagen hoog. En wat zit er eigenlijk in? Daar zit alleen maar gevelkozijn in. En dat is heel belangrijk. Gevelkozijnen, verder geen andere deuren of andere moeilijke oplossingen. Dit soort appartementen. Dit is een wijk in Den Bosch, die is vorig jaar aangepakt. Wat hebben ze daar gedaan? Nou, om je energiebehoefte omlaag te krijgen, moet er een goede isolatieschil komen. Ja, die wordt hier omheen gezet, dan wordt er stukwerk of steenstrips bijgezet. En in dit project natuurlijk zijn daar mooie 9000 NL kozijnen geplaatst. Wat is het eindresultaat? De bewoners hadden veel last van tocht, schimmel. Ja, weet je, het waren woningen, maar je kon er eigenlijk niet meer met wooncomfort in leven. Hij is nu de gevels opgetrokken, we hebben zonnepanelen erop gelegd. De kozijnen zijn voorzien van trippelglas en de woningen die zijn nu naar label A. En je merkt dat eigenlijk al die mensen gewoon weer met plezier daar kunnen wonen de komende 30 jaar. Hier nog een klein plaatje van de zijkant. En in de verte zie je nog gewoon, zeg maar, de rijtjeswoningen die van particulieren nu zijn. En je zegt, dat zijn toch de oude woningen die we nog moeten gaan doen. Wat heeft dat nu allemaal met Reno te maken? Nou, we zien dat we die gevelkozijnen moeten gaan vervangen. En dat moeten we sneller en makkelijker doen. Wat heeft Reno? Er wordt in Nederland al jaren gerenoveerd dat we het houten kader laten zitten en daar een Nederlands kader op intrekken met een plint. Dan krijg je een kozijn van 140, 150 aanzicht, breed in kader. En dat, daar zit de plint omheen, die worden afgekit. Als je daar 2 jaar later omheen loopt, dan wordt het smerig. Je ziet, het is geen fraai gezicht. En daarvoor hebben we de Reno bedacht, we moeten een profiel hebben wat in één keer, zoals jullie kunnen zien, dat houten kozijnkader omkadert. Nou, het belangrijkste in deze renovatie is zorgen dat die energievraag omlaag gaat. Daarvoor hebben we natuurlijk een profiel ontwikkeld dat qua energiewaarde, isolatiewaarde heel hoog is. En als derde, echte
tool die erin zit. We gaan renoveren zonder dat we het kozijn gaan slopen. De binnenkant wordt ook niet gesloopt en we kunnen er middels door de afwerkhoek die we in het kozijnprofiel kunnen klikken, eigenlijk heel snel aan de binnenkant afwerken. In één overzicht de voordelen van Reno. Nou, wat gaan we doen? In woning laten we het bestaande kozijn zitten. We halen het glas eruit, we halen de draaidelen eruit, we halen de tussenstijl uit. En uiteindelijk wordt daar binnen één dag, want dat kan met Reno, zo'n woning, partiek woning voorzien van nieuwe kozijnen. Eenvoud in afwerking, middels de binnenafwerking die we daarin zetten. En weinig overlast. En weinig overlast is voor iedereen. En wat bedoelen we daarmee? Ik praat met woningbouwvereniging. Die zei, ja Bas, we moeten altijd 70% regel halen. Dat 70% van de bewoners ja zeggen tegen deze renovatie. Die bewoners worden wel vaker, zeg maar, ja, gebeld. We moeten iets in uw woning doen, u moet thuis blijven. Als je voor een renovatie van kozijnen 5 dagen thuis moet zijn, dan zie je dat die bewoners niet zo graag snel ja zeggen van laat het maar renoveren. Als je binnen een dag die woning kunt renoveren, dan zie je, dat hebben we het eerste project al gezien, dat al die eigenaren zeggen, ja, als het binnen een dag mijn woning wordt gerenoveerd met kozijnen, dan is dat prima, want ik ga binnen een dag naar een heel veel groter wooncomfort van mijn woning. Dus daar zit er weinig overlast. Weinig overlast is natuurlijk ook voor de buurt en alle zaken die daarbij komen. Belangrijk thema in al die woningen zit vaak asbest in. Omdat je dat kader laat zitten natuurlijk, hoef je die asbest niet te verwijderen. En dat zorgt ook weer voor snelheid in die montage. Want als de witte mannetjes moeten komen en die het asbest weg gaan halen, dan ben je logistiek helemaal weg. Uiteindelijk hebben we een afdichting bij Deventer. En ik ga jullie eigenlijk wat details laten zien. We hebben gekozen om met Celdex een speciale oplossing te zoeken voor wind- en waterdichtheid en isolatie van de bouwkundige aansluiting. Het eerste project wat we vorig jaar of 2 jaar geleden gedaan hebben, dat is een grote gast. En dit vind ik wel een veelzeggend plaatje. Kijk, daar staat 1 iemand te werken. En 2 dagen later zag de woning er zo uit. Je ziet hier, hij is de glaslat aan het verwijderen. Het glas gaat eruit, de tussenstijlen zijn eruit gegaan. En het kozijn is erin getrokken. Er zit een nieuwe gevelbeplating op. En deze woning is weer klaar voor de komende 30 jaar. Het Reno-systeem hebben wij ontwikkeld op het 9000-platform. En waarom hebben we dat gedaan? Nou, onze partners hebben natuurlijk allemaal de 9000L in hun productie. Met een bepaalde hoogte. Heel het binnenwerk, alle draaidelen, tussenstijlen, mechanische verbinders, die kunnen gewoon verwerkt worden in het Reno-profiel. Dus met 1 kader zorgen wij dat we een nieuwe oplossing hebben. Maar wat voor onze partners weinig impact heeft op hun productie. En een ander mooi esthetisch aspect. Het 9000NL-systeem van ons is 120 mm hoog. Dat Reno-kader is hoger. Waarom is dat? Die moet over een houten kozijn van 114 heen. En die is 135. En in de andere hal, hebben jullie gisteren denk ik al kunnen zien, daar staat een Reno-kozijn. En het mooie effect dat die tussenstijl 15 mm terug ligt in het kozijnkader, dat geeft een effect waar ik denk dat ik met architecten iets kan bereiken, dat we een andere uitstraling hebben. En het is altijd goed dat we iets anders kunnen bieden, want dan kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van de concurrenten die we hebben in Nederland. Het is 1 kader, maar toch zijn het 4 profielen. En Mark, die kan jullie daar verder in meenemen. Gisteren zijn we in Tanna geweest. Jullie hebben gezien hoe wij profielen extruderen. Het unieke van dit profiel is dat het uiteindelijk 4 profielen in 1 behelst. Wat hebben we gedaan? In feite hebben we 4 aanslagmomenten. En achter op de extrusielijn is het mogelijk om een tool te plaatsen die voorzien is van 2 messen. Die daar waar gevraagd wordt een kip maakt in het profiel en een deel van de aanslag dus automatisch verwijderd. Dit kunnen we op in totaal 3 plekken doen. Dat betekent dus dat we uiteindelijk van 1 profiel 4 profielen kunnen maken. Een bijkomend voordeel is dat we uiteindelijk heel smal en rank kunnen gaan worden, doordat we de toepassing van ons meest slanke raamprofiel richting de 64 mm komen. Dat betekent dat als er een vraag is voor wat betreft nieuwbouw, dat we ook dit kader prima in kunnen zetten, inclusief de afwerking die daarbij hoort. We hadden het gisteren over gehad, acryl. Waarom roepen wij nou continu dat het meest beste product is als het gaat om
een gekleurd profiel. Feitelijk omdat het onlosmakelijk verbonden is aan het profiel. Het wordt meer geëxtrudeerd ten tijde van de extrusie van het profiel. Het is het meest beste technische PVC-stukje wat je kunt kopen. De voordelen zijn hier opgesomd. Het is krasvast. Het is uitstekend bestendig tegen de weersomstandigheden die we ook in Nederland kennen. Het regent steeds vaker. Het stormt steeds vaker. De zon schijnt veel feller. En al dat soort invloeden, daar kan onze acryl kan daar prima tegen. Nog even wat betreft het renoprofiel. Bas heeft er al iets over genoemd. We hebben een kader ontwikkeld met een aantal kamers. Waarbij het staal vrij ver naar achteren ligt. En het voordeel is dat we uiteindelijk op een U-framewaarde uitkomen van 1,2. En dat is voor een renovatiesituatie in prima aanvangsbasis. Bas? Nou, het project wat we in Grote Kast hebben gedaan, daar hebben we uiteindelijk met de directeur van de woningbouwvereniging gesproken. En dit is wat hij echt zei, jongens, die woningen kunnen er weer 25 jaar tegenaan. En dat is voor die woningbouwvereniging, het is een minimale investering, maar hij voldoet aan zijn label B. En hij kan ja, naar zijn afspraak die hij heeft gemaakt naar de CO2 neutraal in 2050. Dan even echt naar technisch, want dat draait het uiteindelijk om. We moeten zorgen dat we de partners in de markt goed informeren. Hoe kun je dit profiel nou juist monteren en zorgen dat we het beste resultaat krijgen. Dit is een detail zoals we in Nederland heel veel kennen. Hè, uit de jaren 50, 60, 70, 80. Een binnen- en buitenblad, een kleine spouw, een spouwlatje en een houten kozijn met een naar buiten draaiende situatie. Wat doen we met de reno? Het glas gaat weg, het draaideel gaat weg. We maken dat kader helemaal kaal en dat wordt ons stijlkozijn. Celdex, ik noemde het net al, die hebben daar een band voor ontwikkeld. Wat eigenlijk gebruikt wordt in de betoncascobouw. En dat is geen compriband, maar dat is een dichtband. En dat band gaan wij plaatsen in de rug van ons renoprofiel. En waarom doen we dat? Hier zien we de eigenschappen van het band. Wat doet het band? Het band is wind- en waterdicht. En heel belangrijk, het isoleert. Als u deze kamer ziet, dat is een holle ruimte. Die is ongeveer 75 mm lang en tussen de 20, 25 mm breed. De eerste projecten zien we dat met flexfoam wordt ingevuld. Dat duurt lang. Je weet nooit of je alles helemaal invult. Met deze oplossing sluit je die kamer helemaal dicht. En je zorgt ook dat je wind- en waterdichting gegarandeerd is. Hier hebben we even het onderdetail. En ook nog het bovendetail, maar ja, die zijn in principe hetzelfde. Een stukje montage. Het onderdetail hebben we een uitvullat. Dat gebeurt altijd. Daar willen we natuurlijk wat meer stabiliteit voor die onderdorpel hebben. Daar zet je een kleinere celdexband in. En de andere celdexband die plaatsen we in de stijlen en in de bovendorpel. En we zien als we dit kozijn monteren, doordat dat band geen compriband is, maar gewoon echt al een band, die zet het kozijn eigenlijk al gelijk vast. Dus qua montage ga je daar veel, veel sneller in. We gaan straks natuurlijk ook een live test doen om te zien hoeveel pascal we werkelijk kunnen gaan halen met deze inbouwsituatie. En dan zijn we er doorheen. Dus laten we ons klaarmaken voor de test en dan gaan we zien wat de resultaten zullen zijn. Bedankt voor jullie aandacht.